Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van het eSports Nieuws. Vandaag gaan we het hebben over Yellowstar die terug gaat naar Fnatic, heeft een voetbalteam, een club opgekocht in de LCS en gaan we het hebben over Team Luminosity met CSGO. Maar we beginnen als iedere week met de update van het GamersNet eSports Team. Nou, eindelijk Peter, ik heb deze week een verrassing. Wat dan? Ik wil namelijk even sorry zeggen voor vorige week. Waarom? Dat ik de beelden kwijt was gegaan. Oh ja. Maar ik bedoel, waarom? Shit. We hadden nog nooit zoveel reacties onder een item. Ja. Dus ik denk dat ik hier niet meer bij moet. Mensen zeiden ook gewoon van wat leuk. Nou, ik dacht meer van, oh, we moeten het vertaald uit gaan schrijven. Ja. De eerste keer dat ik een artikel lees van A tot Z, zei er eentje. Ik denk nou... Ja, Michael in de pocket. Dat. Prima, goed gedaan, Koepersoon. Dus sorry daarvoor en de koning van het vloggen volgens GamersNet zit hier aan tafel met Peter. Ja, leuk. Ja? Je wil gaan beginnen met GamersNet? Ja, we hebben een sponsor gevonden. We gaan nog niet zeggen welke sponsor, maar betekent dat er nu een soort van, soort van ding in motion gaat. Het gaat nu allemaal beginnen, langzamerhand. Het Games en eSports team, je weet het, begon als een grapje, maar we hebben een heel tof plan omheen bedacht. Dat plan heeft een hoofdsponsor opgepakt, die gaat dit allemaal mede mogelijk maken. Maar we hebben nog een paar sponsorgesprekken. Dus we wachten nog even totdat we alles bekend gaan maken. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat er dus in ieder geval GamersNet jerseys gaan komen. Yes. En dat er spelers naar LAN-parties gaan. Ze komen er sowieso aan. En het is echt super tof dat die bedrijven hiervan dat ze interesse hebben. Ja. Dus ik kijk heel erg naar uit. Ja, dus binnenkort een nieuwe update. Ja. Nou. Prima. Prima. Marcel, wat is er gebeurd in de echte wereld van e-sports? In de echte wereld van e-sports is weer van alles gebeurd. En eigenlijk wil ik beginnen met het meest sensationele nieuws wat er is. Ik ken een bezoeker die er heel blij mee is. Wel? Super Guido. Super Guido? Ja, de transfer heb je het over. Oh, nou ja, ik wilde eigenlijk iets anders beginnen. Maar de transfer is inderdaad ook heel erg belangrijk. Ja. Want Yellowstar gaat namelijk terug van Noord-Amerika naar Europa. Ja, eindelijk. Hij heeft een half jaar in Amerika gezeten. Ja, ik wil terug naar huis. Ik durf het allemaal niet aan. Hij had heimwee naar zijn Franse kaas en oui. Oui, inderdaad, ja. Dus hij komt weer terug naar Fnatic. Ja, dat Fnatic hem weer oppakt, snap ik eigenlijk volkomen. Want hij is nog steeds een hele goede speler. Hij kwam in Amerika niet heel goed uit de verf. Misschien bij zijn oude team wel. Ja, dat heb je wel vaker hè, met spelers. Als ze dan vertrekken, dan is het weer even niks. En dan komen ze weer terug bij het nest. En dan gaan ze weer vlammen. Jij bent blij als supporter. Ik ben heel erg blij. Ik vond hem heel erg tof. Dus, leuk nieuws. Goed nieuws voor jullie. Nou, Hoenie nog en dan ben ik er nog. Wie? Hoenie. Ja, Hoenie. Ja, precies. Wayne toch? Nee, bijna. Heen Hoenie. Bijna. Waar ik het eigenlijk over wilde hebben, Peter, is sport gaat zich toch mengen in de e-sport. Ja, leuk. Wat is er namelijk gebeurd? Schalke 04, de Duitse voetbalclub, die heeft de spot van Elements gekocht in de LCS. Dus Schalke 04 is een van de eerste voetbalteams met een eigen League of Legends team. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk best wel simpel om te doen. Je hebt al fanbase, je hebt al t-shirts, je kan dus eigenlijk gewoon... Ik zie niet waarom niet. Goede mensen scouten. Nee, er zijn al een aantal andere voetbalteams die al een FIFA-spelers hadden gecontracteerd, zeg maar. Ja. Maar dit is eigenlijk een van de eerste die ook echt een League of Legends team contracteert. Nou, helemaal mooi. Leuk nieuws. Vet, hè? Ja. Dus ik ben benieuwd. Misschien gaat PSV, hè? Toch landskampioen. Dus kun je misschien uitbreiden. Wellicht, denk ik niet. Maar het zou kunnen. Zou zomaar kunnen. Daarnaast is het MSI is voorbij, het toernooi is gespeeld en de winnaar is, heel verrassend genoeg, de Koreanen SKT. Winnen altijd, hè? Ja, we hadden het eigenlijk al van tevoren verwacht. Ze deden het in de groepsfase niet heel fantastisch, maar in de best of threes en best of five kwamen ze echt heel erg uit de verf. En ja, ze werden gewoon gedomineerd. Ja. Trouwens, nog even kudos. Kan dat nog kudos? Ja, ook kudos. Ja? Okay. Kan altijd. Ik wil nog kudos geven aan CLG. De Amerikanen zijn tweede geworden. Ja. Niemand verwacht. Ik sowieso niet. Ze speelden echt heel erg goed. En de Europeanen waren geen veldenwege te bekennen. Die waren lekker vakantie. Lekker vakantie, ja. Moet toch gebeuren. Ja, lekker vakantie. Weekje te sluiten. Dus hartstikke goed dat jullie je Europese plek zo serieus nemen. Dankjewel, gasten. We gaan naar CSGO. Thanks, G2. Ja, want de finale van CSGO is namelijk gespeeld. Net zoals met League of Legends heb je iedere keer een toernooi. Die bouwt zichzelf op, weet je wel. En de finale van de ESL Pro League is gespeeld. En die is gewonnen door, verrassend eigenlijk, weer Luminosity. Ja, die horen weer heel vaak. Weer de Brazilianen. Ze blijven, ze zijn dus echt het beste team van de wereld op dit moment. Ja. Nou goed, we zijn met games natuurlijk bezig met een team. Dus ze zijn goed, tot nu voorlopig toe zijn ze nog even team. De beste van de wereld. Ja. Nou ja, leuk. Dat doen ze. Brazilië is het nieuwe CSGO-land. Ja, nou, ik heb een stukje van de finale. Ik vond het echt super spannend om te kijken. Laten we even een stukje. Better side. It's their T side where they really struggle. What? Oh! Scream! Is this real? He's gonna go for the follow-up, but after that, there's almost no topping it. He will get another kill. What is that? Hey, dan gaan we naar StarCraft. Leuk nieuws op het StarCraft-front, vind ik. Ik ben groot fan van de Duitsers.
Ja, vooral nou eens een LCS-team hebben gekocht natuurlijk. Ja, nee, maar echt serieus. Ja, niet gewonnen door iemand uit een Aziatisch land. Nee, 3 MAC Tours is geweest, er is een flinke StarCraft-pot is daar gespeeld. En hij is inderdaad gewonnen door een Duitser. Ja. Showtime nog wel te verstaan. Gans Gaal, echt heel leuk. Ja, en hij heeft ook echt kans. Ja. Hij heeft ook echt gewonnen met 3-0. Dus dat was echt super goed gedaan. Ja. Iedereen is een beetje verbaasd eigenlijk dat ze zo ver zijn gekomen. Maar dat is toch juist vet. Dan, hier doet Europa dus weer even wat goed. Ja, dit komt, nou, ze komen weer lekker terug inderdaad. Ja. Ze kunnen met dit toernooi, net zoals bij elke 3 maar kunnen ze punten winnen om mee te doen aan het hoofd. Of ja, zeg maar aan de finale, weet je wel. Net zoals een soort Worlds is dat dan. En ja, daar komt hij dus voor een aanmerking. Leuk man. En hij heeft 35.000 gewonnen. Hoppakee, in de zak. In de pocket. Nice. Ja, nou, die kan. Dat zijn de bedragen waar je mee e-sports teams opstart. Dus misschien kan hij nu wel een eigen e-sports. Precies. Dus speel ook StarCraft. Ben je toevallig Duits? Ja, dan kan dat gewoon. Geen probleem. Bedankt, denk ik. Was dit ja, het? Ja, dit was het. Wat gaan we volgende week allemaal checken? Want de MSI is weer afgelopen. Ja. Goeie vraag, hè? Kijken. Nou, hartstikke goed. De vraag heet me bij. Ik laat me altijd verrassen. Ik ben bezig met afstuderen. Dus ik ben even een beetje, zeg maar, ik probeer heel eventjes te focussen op afstuderen. Oké, nou dan ga ik in ieder geval zeggen dat ESL natuurlijk elke week wedstrijden, ook de Benelux. Kun je zien hoe we tegen welke teams, gameset teams, volgende periode weer moeten. Ja. En we gaan natuurlijk alle nieuwtjes gewoon in de gaten houden voor jullie. Nou, tot volgende week. Tot volgende week.